Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is vandaag weer vrijdag. En het is 11:58. En ik zeg van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beterboel. Ja, ja. De Beterboel. Of niet dan? Ja. Nou, straks komt Astrid weer. Die blijft weer lekker eten. Nou ja, jullie weten het zo langzamerhand. Dus je heeft er zo'n stronthekel eraan om op de vlog te komen, et cetera. Dus dat probeer ik wel te vermijden. Maar als het niet te vermijden valt, het zij pech. Ja, ze is er al een aantal keer op geweest met mijn verjaardag volop. Dus ja, waarom ze er een hekel aan hebben. Ik heb wel een vermoeden, maar die spreek ik niet uit. Kijk, mooigheid zit van binnen, niet aan de buitenkant. Laat ik het zomaar benoemen. Toch, het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Ik ben ook niet moeders mooiste. Nou en, lekker belangrijk. Het gaat erom wat er hier zit. Maar, oké. Was je daar? Maar in ieder geval, ik zit al een broodje te eten. En ik heb een pakje koffie staan. En dan moet ik zo meteen even de vaatjes leeg halen. En dan ga ik even met de voorbereidingen bezig voor het eten vanavond. Ja. Ik heb er net aardbeidjes geplukt. Ik heb even een schaaltje. Dus dan even in de week. Ze waren wat viezig, dus ja, moet even schoon, hè. Dus ja, dat zal ik zo meteen na het eten even verder wassen. Dan is dat schoon. Dat gaat ook in stukjes door de sla heen. Ik heb... Kast open. Ik zag hier met sla. Sla mix. IJsberg sla melange. Dus ja, zit wat er iets bij in. En dat is wel lekker. En dan een eitjes koken dat er doorheen. En dan heb ik eigenlijk, ja, dat is eigenlijk voor op de barbecue. Maar waarom? Je kunt zo pakken. En dan heb ik krieltjes. Ja. Lekker. Ook al voorgekruid, dus makkelijk zat. En, ik heb geen toetje, nee. Dus dat moet ze maar op de buik schrijven. Ik zou gehaald hebben nog even. Ik was op zoek naar ijs. Van die roombekertjes. Dan kun je dat op je gebakje opeten, want ik ben een persoon, als ik ijs eet, nou, het smelt. Dus dan moet je het snel opeten en dan krijg ik hoofdpijn. En die roombekertjes, dat hoeft niet. Dat kun je gewoon laten smelten en dan is het nog te eten. Ja, maar in ieder geval, ik was van de week even gezien bij de FOMAR. En daar hadden ze ze wel. Maar de formaat verpakking, wat ik gewend ben, is gehalveerd en 2 keer zo duur. Ja, maar hola. Ik zoek die grote dozen met die kuipjes erin en dan die niet duur zijn. Ja, ik meen dat het 1,69 was of zo. En die kan ik nergens meer vinden. Weg uit het assortiment. Nou, lekker dan. Dus ja, het zijn nog kleine verpakkingen en 2 keer zo duur. Nou, dat doe ik niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik ga verder met mijn eten. Ik wens jullie een hele fijne, genoeglijke, liefdevolle vrijdagmiddag toe. Het is hier bewolkt, dan weer zon, dan weer bewolkt. Het is vreemd weer, het is ook niet wat men noemen kan warm. Ik vond het net vrij frisjes, ik had wel de deur open. Want in huis was het benauwd. Dus ja, dan doe je dat even en dan lekker eventjes doorwaaien. Ik ga nog lekker verder eten en ik zou zeggen tot later op deze dag. Doei doei. Ja, lieve vrienden, Astrid is er nog nooit. Nee, ik zei moest naar de dokter, maar hoe laat dat weet ik niet. Dus we wachten gewoon maar af, maar ik ben wel al met weer het eten bezig. Het is 14:54. Ik heb uitje al gesneden, hier heb ik gehakt. Ik heb worstjes al gebraden aan het begin van de middag. Daar gaan ook de krieltjes doorheen, dus die pak ik
ook gelijk. En ik had ook al wat anders gesneden. Je moet het wel even willen, zo. Hoppata. Courgette heb ik ook gesneden. Dat bak ik eerst tezamen. In de grote pan. En de krieltjes gaan eerst in die pan. Die is gewoon op, lijkt het meer. Maar ja, dat heet nou eenmaal. Hè? Als je al dat gebruikt, dan blijft het niet nieuw meer. Dus de krieltjes bak ik daar in de koekenpan. De rest gaat daarin. En als de krieltjes gaar zijn, dan komt dat daar weer bij in. Dus ja, ik heb een hoop te doen nog. En dan moet ik eieren heb ik al gekookt voor door de sla. Ik heb de aardbeien heb ik ook al schoon. Die gaan ook lekker door de sla heen. Ja, hebben we toch wat rood. Want ik heb geen tomaten. Wel eitjes dus, daar heb ik gekookt. Die staan in de koelkast. Ik ga nou eerst verder met dit verder, ja. En ik heb koffie. Lekker. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei en geniet van jullie dag. Ja. Oké, doei doei. Ja, lieve vrienden, het is 15:17. Ik heb dit al klaar. En ziet het er lekker uit of niet? Ik vind het wel. Gehakt, courgette en een sippeltje en krieltjes door elkaar heen. En uiteraard heb ik het ook zelf nog gekruid. Nou, de koekenpan die ga ik zo even schoonboenen. Zijn het weer bij de afwas. En dan is het alleen nog de voorbereiding van de sla. En de sla als laatste er doorheen. En dat doe ik wel wanneer ze er is. Ja, wanneer we gaan eten. Maar dit is klaar. Dus het wordt vanavond. Genieten maar. We zeggen tot later. Mooi, hè? Vind je het mooi? Mooi, 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 mooi. Allemaal vuurwerk. En dan is morgen de laatste dag kermis. Ik zit dan in dat oude huisje vandaan, hè? Het is daar ook koud nu erbij. Ja! Degenen die er tegen kunnen, die zitten allemaal op de dijk. In de auto of wat dan ook. Maakt niet uit, zitten daar. En ja, in de avonduur is dat toch kouder, dan moet je eigenlijk er wel op aankleden. Maar dat komt nog meer hoor. Dat is nog meer af. Kogel, of kogeltjes. Dit doen ze vanaf zee, dat is op zo'n koeienschuit. En die worden dan voortgeduwd en getrokken door die bootjes heten. Die dus grotere schepen binnenhalen of de haven uit helpen. En ja, kijk, begint het weer. Mooi, ja. En dan hoop ik dat het er straks wel wat mooi op staat, hè? Thank you.
Wauw, kijk dan, we zitten al in de rug. Ah. Prachtig. Kijk, is het mooi. Zo dan. Geweldig. Hier zie ik zo die rook ook nog heen. Ik weet niet of het op de camera komt, maar ik zie de rook naar links gaan. Het hangt ook heel laag. Ik denk dat dit bijna afgelopen is. Het duurt nooit zo lang. Ik ga alles een arm, ik moet veranderen. Als het lukken wil en ik ben bang voor niet. Oh, zo dan. Mooi, kijk dan. Een veiligere manier heen niet op twee af te steken. Geweldig. Nou, dat hoef ik niet naar de dijk voor hoor. Afgelopen. Hé, wat mooi hoor. Hold on. Nou, meestal als het klaar is, dan start op die schat met de zaklamp even en weer te zwaaien van over en uit. En dan gaat er een applaus op. Maar ja, die applaus zal je hier wel niet horen. Dat is geweldig, niet? Dat was het dan. Vuurig, den helder.